Een team biochemici onder leiding van Dirk Slotboom heeft onlangs zichtbaar gemaakt hoe bacteriën vitamine B3 binnenkrijgen. Gezaghebbende wetenschapstijdschriften hebben veel belangstelling voor het onderzoek van Slotboom. Hij behaalde er al zijn 5e Nature-publicatie in 2 jaar mee. Een opmerkelijk resultaat. Wij zijn geïnteresseerd in de vraag hoe kleine moleculen cellen binnenkomen, bijvoorbeeld voedingsstoffen. En in het bijzonder zijn we geïnteresseerd in hoe vitamines opgenomen worden door cellen. In mensen is de vitamineopname essentieel voor het overleven van mensen, maar ook heel veel bacteriën zijn afhankelijk van de opname van vitamines om te blijven leven. Wij bestuderen de eiwitten, dat zijn transporteiwitten, die zorg dragen voor de opname van vitamines. Wij proberen dat mechanisme helemaal te begrijpen en als we dat begrijpen kunnen we er ook op ingrijpen. En als we kunnen ingrijpen op een essentieel proces in een ziekteverzekkende bacterie, dan kunnen we op die manier die bacterie onschadelijk maken. Ons werk is bijzonder interdisciplinair. We werken aan biologische problemen, maar gebruiken methodiek uit de scheikunde en de natuurkunde. En dat interdisciplinaire werk, dat valt kennelijk heel goed in de smaak bij de redacties van tijdschriften. En daar zijn we uiteraard heel blij mee.